Mijn naam is Jan-Willem Algra en ik ben bedrijfsleider bij Kastentent. Zeg maar, vrijdag rond 6:30 werd ik gebeld door de brandweer dat er brand bij ons was. Ik was ongeveer na 5 à 10 minuten was ik hier te plaatsen samen met de eerste brandweer. En toen constateerden we inderdaad brand. Na een korte inspectie van de brandweer kwamen ze eigenlijk snel weer terug uit het pand in verband met de hitte. En ook het vuur dat al ontstaan was. Kort daarna zijn ze natuurlijk begonnen met van buiten afblussen, maar binnen eigenlijk niet meer, geen mogelijkheid meer. Nee, de oorzaak is nog niet bekend zeker? De oorzaak is nog niet bekend, er wordt nog een onderzoek nagedaan en dat is nog wachten op de resultaten. Oké, dan las ik al dat de eigenaar in het buitenland was, maar die met spoed terug is gekomen. Ja, een van de eigenaren was nog in het buitenland en die is gisteravond teruggekomen samen met zijn zoon. En hebben ter plekke inderdaad de situatie aanschouwd. En dan komt natuurlijk ook het besef dat het echt waar is, ondanks alle media en filmpjes die ze alle hadden ontvangen. Ja, oké, precies. Nou was ik even rond het pand gaan rijden, maar nu is alles afgezet. En hoe lang blijft dat zo? Nou, ik heb toevallig een heel mooi bericht gelezen op www.horen.nl. Die hebben een uitgebreid document nu opgesteld wat de exacte status is, ook voor de omliggende bedrijven en winkels. Wanneer ze open gaan. Ze hebben dat gecategoriseerd in twee zones, een gele zone en een rode zone. En ik verwijs voor die updates naar www.horen.nl. Daar staat het exact omschreven, heel duidelijk, ook waar en mensen terecht kunnen met hun vragen betreffende de gevolgen van de brand. Ja, want jullie zijn op dit moment gewoon alleen nog de boel een beetje veilig maken, opruimen. Want ik zag mensen met asbestkleding stukjes zoeken. Er is door een onafhankelijk bureau wordt er onderzoek naar gedaan en er wordt continu steekproeven gedaan. En daarover staat ook meer informatie op horen.nl. Oké, dank u wel voor dit gesprek en ik zou zeggen sterkte en succes. Dank je wel.